ja, ik denk dat ik gewoon heel goed gepositioneerd was vandaag. Dus echt scherp gefocust. Gisteravond teruggekomen van Tenerife. Dus het was even omschakeling van trainingskamp naar koers. En ik merk wel dat ik nog niet helemaal top was. Dus maar qua focus is gewoon heel goed. Dus dat scheelt wel veel. Dan zit je gewoon altijd van voren. Op de Lange Munten pakten we de twee koplopers terug. En toen verraste Lucinda Brandt, zodat ik met mijn ploeggenoten in de achtervolging moest. Dus ik zat al aardig op de limiet. En wij wisten wel weer met z'n tweeën nog aan te sluiten. En dan zit je bij twee van Sunweb, waarvan Lucinda een hele dag gewoon een free ride heeft gehad. Dus die had nog de frisse benen. Dus wat dat betreft denk ik dat ze hebben het goed gespeeld. En degene met de frisse benen won. En de rest keek een beetje naar ons. Ik zat daar met een andere ploeggenoot. Maar ja, Chantal Blaak en Longo Borghini hadden blijkbaar ook niet de benen. Dus iedereen was echt op de limiet daar. En dan weet je, kan Lucinda Brandt ring een paar keer om de beurt aanvallen. En ja, dan is het toch aan hun eigenlijk. Toen op 20 kilometer zij er daadwerkelijk vandoor ging, wist jij toen van dit is het moment dat het is gebeurd? Het gebeurde een paar keer, dus het ging al een paar keer om de beurt proberen. Reden ze elke keer weer dicht en dan weet je eigenlijk dat het heel moeilijk gaat worden dat ze dat spel gaan blijven spelen tot aan de finish. Dus en dan kijken ze een beetje naar elkaar en het was eigenlijk gevlogen. En toen probeerde ik nog een keer te springen, want ik had goede hoop om nog aan te sluiten. Maar met 2 kilometer te gaan wist ik gewoon van, ze zagen er wel rijden, maar dat het heel moeilijk ging worden. Is het dan voor jou het hoogst haalbare geweest? Ik heb eigenlijk nog nooit op het podium gestaan. Meestal ben ik nog niet goed genoeg in vorm op het nieuwsblad. Ik ben niet de type renner die op het nieuwsblad al in topvorm is. Mijn doelen liggen wat later in april. Met Ronde van Vlaanderen en Amstel Gold Race. En vandaar ook dat ik gisteren terug ben gekomen van Tenerife. Dan weet je dat het niet super voorbereiding is. Maar ja, gewoon een hele mooie opsteker om nu al zo mee te doen in de finale. Dus dan weet je dat topvorm niet zo ver weg is.